1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. 60.000 mensen in Nederland zitten onder bewindvoering. 600.000 mensen hebben structureel gezondheidsproblemen vanwege de armoede. Een onzichtbaar probleem. Daarom is vanaf 1948 in de hele wereld een Wereldarmoededag. Van belang. En dat vieren we, dat herdenken we elk jaar op 17 oktober. We zouden zaterdag 17 oktober op zeven mooie plekken in Utrecht uh, opnames maken, onder andere in Utrecht overvecht. Bij mensen die samen eten, want samen uh, eten verbindt en samen uh, verhalen vertellen en oplossing zoeken verbindt ook. Helaas mochten we vanwege de coronamaatregelen niet op bezoek komen, daar hebben we natuurlijk begrip voor. Uh, Kijk in je omgeving: zijn er mensen die in armoede leven, die misschien te weinig eten hebben? Kijk in je omgeving: zijn er misschien mensen die je zou kunnen helpen of een positievere dag? Kan geven door ze een dagje mee uit te nemen, omdat ze daar eigenlijk geen geld voor hebben. Of jongens en meisjes die niet naar sport kunnen, maar dat je die kunt helpen door ze een bal te geven. Of iets leuks te doen met mensen die daar eigenlijk niet durven te vragen. Denk in je eigen omgeving: wie kan ik helpen? En daarmee helpen we armoede een stukje minder worden in Nederland.